En ze zijn vertrokken over hun grote finale. En wordt het dan Honghakker? Of is het misschien die man van de volharding, Lenny Waaien? Want dat is ook wel een verrassing van vandaag hoor. Die zit er de hele dag zo supergoed bij. En we zien dan natuurlijk Brent van der Kuit. Oh, die gaat er onderuit. Ja hoor, die wou daar onderlangs gaan met Cornelia Honghakker. Het is alles of niks. Hij ging voor de overwinning en gaat er onderuit. En is uitgeschakeld voor een topplacering in deze finale. We gaan wel vooraan kijken hoor. Cornelia Honghakker is weg. Lenny Waaien is weg. En dan komt Luc Kuiper binnen door hoor. Kuiper gaat doorschuiven naar positie nummer 2. En ook die man uit Milan zit er nog goed bij, Nigel Evan. Want die ging daar buitenom binnendoor. Zien we Kuiper op 2, zien we Evan op 3. En dan is het dus inderdaad die man van de volharding die weer terug gaat zakken hoor. Dat is dan Lenny Waaien, die zit nu op positie nummer 4. Naar vooraan, we gaan kijken. Cornelia Honghakker, laatste broodjes jongen. Laatste wasbordje. En dan richting de finish, richting de bloemen. Richting de beker en richting de trui. Ja hoor, het is Cornelia Honghakker. De